Eerder dit jaar hadden we al een review van de nieuwe Shark Spartan. Ik ben Justin van Motorkledingcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Shark Spartan beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Shark Spartan is een helm die echt geschikt is voor de wat sportieve rijder en die ook graag een heel lichte helm wil. Zoals al eerder dit jaar is uitgekomen is de carbonen variant, maar ze hebben voor 2017 hebben ze ook gewoon een glasvezel variant op de markt gebracht. Is ook iets goedkoper, maar is ook wel weer ietsje zwaarder. Zoals we dat van Shark gewend zijn, heeft de Shark een wat ovalere pasvorm, wat dus wil zeggen dat hij goed bij je hoofd past op het moment dat hij van voor naar achter wat langer is dan van links naar rechts. Als we gaan kijken naar het vizier van de helm, dan zien we dat deze eigenlijk op een hele makkelijke manier te verwijderen is. Je zet hier je vinger onder en je trekt eraan en dan komt hij eigenlijk zo los. Als je hem eraf wil halen, kun je ook meteen een pillingsysteempje erin zetten wat je erbij krijgt. Er zit een Max Vision pillingsysteem bij, dat wil dus zeggen dat hij eigenlijk je volledige blikveld bedekt, waardoor je dus eigenlijk nooit last kunt hebben van een condenserend vizier. Ook ventilatie heeft hij natuurlijk te over. We hebben een grote ventilatieschacht aan de bovenkant en ook op het kinstuk. En zien we ook aan de achterkant nog dat hij hier nog uitgaande ventilatieschacht heeft, waarmee dus ook alle warme lucht binnen in de helm nog kan verlaten. Ook is de Spartan uitgevoerd met een zonnevisiertje die eigenlijk heel ver tot naar beneden valt, waardoor zonlicht ook nooit meer makkelijk onder het vizier door kan kruipen. En hebben dus gewoon een volledige afsluiting en is je dus lekker donker van binnen op het moment dat je dus last hebt van heel felle zon. Als we naar de binnenkant van de helm gaan kijken, dan zien we dat deze uitgerust is met een dubbel D-sluiting. Dat wil dus zeggen dat hij eigenlijk wel goed geschikt is. Wil jij er een keer een dagje circuit mee rijden? Hou er alleen even rekening mee. Wil je ermee in competitie rijden? Heb je echt een helm nodig waar geen zonnebril in zit? Omdat natuurlijk wel weer een deel van de stevigheid van de helm aan past. En mag je daar dus geen wedstrijden mee rijden. Gaan we verder naar de binnenkant, dan zien we een mooi afgewerkte blauwe binnenvoering, die ook afgewerkt is met de nieuwe voering van Shark. Mooi zwerde wat lekker comfortabel aanvoelt en ook goed afsluit. En die kunnen we natuurlijk ook weer helemaal eruit halen om hem uit te kunnen wassen. Een leuk detail van de Shark Spartan is ook nog het kinstukje. Deze kun je eigenlijk uitschuiven en hoef je deze dus nooit afhankelijk van het weerstype erin of eruit te zetten. Maar kun je hem gewoon indrukken en dan is hij weer weg. Daarnaast is de Spartan natuurlijk ook wel weer een straatgerichte sportieve helm. Daardoor zien we ook weer dat ze hebben gedacht aan een voorbereiding voor een communicatiesysteem, waardoor je makkelijk je speakers kwijt kunt en je dus ook nog gewoon kunt communiceren met deze helm. Wil je nou op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wil je weten wat voor jou de ideale maat motorhelm is? Blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motorkledingcenter TV en bedankt voor het kijken.